Wij zijn opnieuw VO2 Max uitgekomen, Atelier VO2 Max. We gaan het nog even over politiek hebben. En waarom? Wel inderdaad, ja, 9-6 staat nu heel dichtbij te komen. Aan wie kunnen wij nu even uh, onze voerlodens uitsteken? Naar welke richting kunnen we dat we, we hadden gedacht van dat te doen met Kathleen van der Hoofd, Open VLD, en met Manu de Sutter, CDV. Ex-parlementairen. Zij gaan ons wegwijs maken hoe het straks allemaal zal verlopen en welke kant het zal uitgaan. Ik begin bij Kathleen van der Hoofd. Inderdaad, de verkiezingen zijn daar. Wat verwacht jij? Uh, ik ben natuurlijk geen politiek analyticus, nog Madame Soleil. Uh, de verkiezingsuitslagen van 9 juni zullen al echt verrassend zijn. Uh, ik hoop dat de meest extreme partijen niet uh, zo'n hoge score zullen halen zoals uh, er verwacht wordt en aangekondigd is. Dat staat eraan te komen. Uh, kijk ook naar Nederland. Uh, dat weten we niet. Er zijn nog heel wat mensen die niet weten voor wie ze zullen kiezen. Ik heb nog veel mensen tegengekomen die echt niet weten. Zelfs mensen die eigenlijk ook niet goed weten hoe ze moeten kiezen. Die zelfs verbaasd zijn dat ze ook voor Europa moeten kiezen omdat er ook heel weinig publiciteit daar rond gemaakt is. Dus het wordt een spannende zondag, denk ik. Ik neem aan dat jij dezelfde mening deelt, Manu de Sutter. Of is er een andere mening bij CDV? Nee, ik denk uh, dat iedereen toch een beetje uitkijkt naar het resultaat van andere partijen. Hè? Uh, wij weten waar wij staan. Wij zijn natuurlijk optimistisch, van nature al. Maar. Uh, ik ben vooral uh, bekommerd om wat er daarna gaat gebeuren. Daarna, na de verkiezingen, moet er een, re een regering gevormd worden. En ik denk dat daar uh, het, gro de grote het groot probleem is. Hoe zal men aan een meerderheid geraken na de verkiezingen? Het zal natuurlijk een stuk op basis zijn van de uitslag van de verkiezingen. Maar uh, er zijn bepaalde partijen waarmee uh, ik zou zeggen, men moeilijk kan regeren, omdat een standpunten zo extreem zijn dat wij daar zeker niet kunnen achter staan. Maar goed, uh, wie zijn wij? Uh, we zullen zien, maar uh, ik ben uh, optimist van karakter <laughs> en ik hoop op een goed resultaat van, ik zou zeggen, de belangrijke partijen. Wat mij een stukje stoort, algemeen, het is niet te zien met politiek zelfs, dat is de mentaliteit. is in vijf jaar, eh, ik mag niet vergeten, we hebben vijf jaar geleden verkiezingen gehad. En het is nu opnieuw voor een periode van vier jaar op zijn minst. Uh, maar in die laatste vijf jaar, hoe de mentaliteit van de mensen veranderd is onder druk van, ja, moeten we zeggen, de Facebook of om het even wat. Uh, het, het is erg aan het worden. De, de, wij, zijn nog van, wij zijn alle twee nog van een periode dat men respect had. ...voor de mensen, dat men respect had voor de politici. En nu zult u bijna bang zijn van, van de kandidaten... ...want ze klopt op, u, op uw gezicht. Jullie zijn natuurlijk ook nog van de periode... ...dat zowel VLD als CD&V supercijfers haalden. Dat is vandaag ook niet meer zo. Uh, nee, laat ons zeggen dat de peilingen voor Open VLD... ...niet zo goed blijken. Maar wij hopen toch nog hetzelfde resultaat te halen... ...als de vorige keer. Wij zijn ook mensen die zeer optimistisch en positief zijn, uh, want de liberalen, ik denk hoe dan ook, liberalen zijn belangrijk in de regering. Als we soms zien wat standpunten zijn van bepaalde uh, bewegingen, partijen rond ethische vraagstukken, dan denk ik dat liberalen zeker nodig zijn. Als men geconfronteerd wordt met die minder goede cijfers, met die minder goede peilingen, vraagt men zich dan af: wat gebeurt er? Wat gaan we daaraan doen? Daar is men continu mee bezig natuurlijk, om uh, ja, uh, daar de oorzaak van te zoeken en daar uh, naartoe verder te werken. Maar hoe dan ook, uh, de kro had het ook niet gemakkelijk, uh, federaal. Uh, wat men in deze campagne ziet, dat is er, dat er over Vlaams zeer weinig gesproken is over het Vlaams parlement. Dat is een beetje in de, in de verheet hoek geduwd geweest. Alles is een beetje naar het federale. Uh, Afgeduwd geweest. Er is ook heel weinig gesproken over Europa. dat heb ik er straks ook al gezegd. Dus we zullen moeten afwachten, want uiteindelijk Europa is ook heel belangrijk. En er zijn partijen die echt tegen Europa zijn, maar er zijn ook partijen die voor meer Europa zijn. Uh, en voor mij ook is Europa belangrijk, en dat proberen we ook aan de mensen te vertellen. CD&V ook geen cijfers om naar huis te schrijven, hè? Och, uh, opiniepeilingen. Ik heb daar veel vragen bij. Want die worden in grote mate beïnvloed door ik zou zeggen, de media, die ons niet altijd goed gezind zijn, laat me dat te zeggen. Uh, maar uh, opiniepeilingen is iets, het is al meer dan een keer gebeurd dat de resultaten helemaal anders zijn. Dus laat ons hopen. Uh, ik denk dat, uh, allee, wat mijn partij betreft, wij, wij leggen de nadruk op, op respect, op verdraagzaamheid. Uh, in tegenstelling tot andere partijen die, die mensen uitsluiten. Wij sluiten niemand uit. Alle mensen zijn voor ons belangrijk. En ik hoop dat uh, de kiezer ook dat zal beseffen op het moment dat hij naar zijn bureau moet. Zijn er nog meer thema's die je in het daglicht wilt uh, zetten? Toelichten? Ik ga hier het programma van CDMV niet aan uitleggen. Dat was ook niet de bedoeling. <laughs> nee, maar uh, uh, enfin, ik zou zeggen uh, omdat mensen belangrijk zijn. De dat is een slogan die al eerder uh, ja, ja. boven water is gekomen. Dat blijft voor ons het thema. Mensen zijn belangrijk. Uh, en uh, als we zien, de laatste regering, Karel, als we vijf jaar teruggaan, zal maar één punt aanhalen: de A11. Dankzij heel de Krevitsen die er gekomen op korte tijd. Mensen zijn dat vergeten. Iedereen vindt het zo normaal van op die half. Maar wat, wat komt er nog binnen de komende vijf jaar? Dus wij gaan nu stemmen over wat zou moeten kunnen realiseren worden binnen vijf jaar. En dan gaat het niet om wegen en zo weer. Gaat het om mensen opnieuw. De mensen zijn bekommerd om, om hun inkomen. Uh, en en, en men jaagt mensen weer tegen elkaar op. Hè? Iedereen verdient te weinig en iedereen betaalt te veel. Ja, maar wat wil men? Hè? Ofwel wil je een sociale zekerheid die bij ons optimaal is. Ik heb een tijd, een tweede verblijf gehad in Nederland, ik kan ervan meespreken. Wij, wij leven hier in een paradijs. Maar spijtig genoeg, alle mensen beseffen dat nog niet. Thema's je dan maar, uh, Kathleen van der Hoofd. Ja, voor ons uh, is heel belangrijk dat werken moet lonen uiteraard. Uh, er is een groot verschil tussen niet werken en werken. We betalen in ons land ook wel wat belastingen. En uh, uiteindelijk moet iedereen die werkt, daar goed voor beloond worden. En dus uh, daar moeten we dan een tandje bij bijsteken om die belastingen van de laagste lonen, natuurlijk, uh, wat te verminderen, zodat die lonen wat naar boven gaan. En zeker dat de spanning tussen werken en niet werken eigenlijk. ...heel goed moet zijn en, en groot genoeg moet zijn. En ook voor de gepensioneerde mensen die al hun leven gewerkt hebben... Ja, ...die moeten dat ook in hun pensioen voelen. Uh, en dat moet een vergelijking zijn met mensen die eigenlijk niet of weinig gewerkt hebben. Terwijl we dat nu eigenlijk... Uh, ja, dat verschil is bij sommige mensen wel zeer klein. Juist. Bestaat ook de mogelijkheid niet dat men eigenlijk uh, politiek beu is, de mensen politiek beu? Uh, als we dus negen ministers van volksgezondheid hadden enzovoort enzoverder, dat is inderdaad wraakroepend, dan zegt men: What's happen? Ja, als degenen die zeggen, uh, och, we gaan het maar laden voor wat het is, dan loop je in één risico. Dat is één. En twee, uh, de jongeren komen aan bod om te gaan stemmen. Welke effecten zou dat kunnen geven? Enerzijds degenen die zeggen, we gaan het toch maar niet. En anderzijds de jongeren die nu staan te springen om eraan deel te nemen. Ik uh, denk niet dat de jongeren staan te springen. Ik zou zelf zeggen, de ze weten gewoon niet wat en waar. Ik heb een aantal programma's gezien afgelopen week, waar jongeren bij betrokken waren en ze zijn toch mondig. Ja, maar het zijn natuurlijk de mondigen die naar de tv geroepen worden. Hè. De doorsnee jongeren minder, maar uh, ik herhaal, uh, zij worden overstelpt door allerlei slogans uh, die een feit niet interesseren. Wat interesseert de jongeren, dat is wat zal het morgen zijn. Uh, waar gaan we staan binnen vijf jaar? Gaan wij werk hebben uh, en, dat en, en, en een woning hebben en zo meer? Kijk, ik heb een zoon die woonde in Sint-Giris-Waas. Zijn vrouw werkt in Antwerpen, hij werkt in Gent. Waarom woont hij in Sint-Giris-Waas en niet hier? Omdat hij bij zijn werk gaat. Dus uh, men, men maar dan gaat misschien te veel naar het lokale van, van dat goedkoop wonen. Maar dat goedkoop wonen speelt overal in het land. Uh, we moeten dat vergeten. We uh, moeten leven met de middelen die er nu zijn. En uh, zeer concreet. Uh, uh, ik ben niet pessimist op dat vlak. Ik denk niet dat de jongeren zijn niet zo dom zijn als men wil doen uh, geloven. He. En de anderen, die zouden durven thuis te blijven omwille van? Ja, ik, uh, dat is een van mijn problemen, of problemen die ik heb. Uh, als je kijkt naar het resultaat van de vorige verkiezingen hier in onze gemeente, dan moet je bijna zeggen dat 10% niet gestemd heeft. En, en hoe dat nu gaat worden, weet ik niet. Als je van de lippen slaat, moet gaan stemmen in de Laguna. Uh, en dan eventueel de tram nemen en zo meer. Ik, kom, ik begrijp dat niet. Maar verder heb ik niets aan te zeggen. Juist. Zelfde, zelfde mening hier bij uh, Open VLD. Uh, enerzijds uh, mensen die afhaken en anderzijds de jongeren die staan te springen, zei ik daarnet. Uh, of is die indruk anders daar? Nu, ik denk dat voor jonge mensen die voor de eerste keer moeten gaan stemmen, dat dat altijd wel... Ja, een, een, een belangrijke stap is. En die zijn geïnteresseerd en die hebben er die minder geïnteresseerd zijn. Maar dat, dat is bij alle leeftijdsgroepen zo. Maar nu, inderdaad, voor Europa mag men stemmen vanaf 16 jaar. Uh, ze krijgen de kans om dit te doen. En daarom vind ik het ook zo jammer dat er zo weinig over Europa gesproken is, omdat dat eigenlijk voor die leeftijdsgroep wel het belangrijkste is. Uh, dus die zullen waarschijnlijk ja, een stuk beïnvloed worden door de ouders. Uh, ze moeten ergens de informatie van halen. En dan de jonge mensen die voor de eerste keer gaan stemmen, nu federaal en, uh, en uh, het Vlaams parlement. Ja, die zijn eigenlijk via TikTok en uh, sociale media ook al een aantal jaren overspoeld geweest met uh, filmpjes. Uh, de ene partij heeft daar ook al meer aan uitgegeven dan de andere partij. Maar inderdaad, jongeren denken aan hun toekomst. En voor hen is belangrijk, zal ik werk hebben, zal ik kunnen wonen. Uh, ook zal ik mijn pensioen hebben, want sommige jongeren denken nu al, ja, ik zal heel mijn leven moeten werken, want tegen dat ik op pensioen ben, uh, zal er geen geld meer zijn. Vergeet niet, ook voor hen is dat belangrijk. Even verband het stemplicht dat u net zei, um, van Tichelt heeft iets eigenaardigs gezegd, vond ik dan. Hè, stemplicht is daar, maar god, ja, we gaan niet beboeten. Ja, uh, men wou eigenlijk dat er geen stemplicht was. Dat jongeren de kans hadden om te gaan stemmen, maar dat het niet moest. Maar het grondwettelijk hof heeft er anders over beslist. En dan heeft Van Tichelt gezegd, ja, het is ook midden de examenperiode, uh, van kijk, als uh, die jonge gasten niet gaan, gaan stemmen, als ze eigenlijk geen gebruik maken van die kans die ze krijgen, dan gaan we er ook geen sanctie op leggen. Oké. Okay. Naar de uitslag uh, voorspellen, Madame Soleil enzovoort, dat lukt niet en dat hoeft ook niet. Maar je zal waarschijnlijk wel een voorkeurcoalitie hebben van wie dan de regering zal moeten vormen, federaal en Vlaams. Ja, ik denk uh, ook op dat vlak, weet je niet waar we staan. Hè? Wat ja, ik hoorde is. gisteren dat de toenadering er al was: N-VA, ja, ja. Open VLD, CDMV. Dat was duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik citeer de televisie van gisteren. Ja, maar ik heb gelukkig geen tv niet meer, dus uh, Dan, uh, ja. Ja, ik volg die debatten niet en ben daar niet ongelukkig voor. Maar uh, de, uh, de vraag was in feite, uh, allee, ik zou zeggen, wie wil er, wat dat daarover gaat, het in Vlaanderen? He, moet er ook nog een federale regering hebben? He, Dat was maar, mijn vraag, he. Vlaams en federaal. Wel, maar federaal is er van, de, ik zou zeggen, de Democratische Partij, of zo globaal mag noemen, een zekere toenadering. Iedereen zegt er moeten bepaalde zaken veranderen. He, we moeten een staatshervorming hebben. Uh, het, u hebt het daaraan gehaald. Ik kan een ander voorbeeld geven. Nee. De verkeerslichten aan de URB, Universiteit van Brussel. Als je dat wilt veranderen, moet je zeven ministers hebben. Moet je dat voorstellen? Dus, uh, een Brusselse regering, federaal. Dus er zijn zaken die zeker moeten veranderen. Een staatshervorming moet er komen. Dat wil daarom niet zeggen dat ze het land moeten splitsen. Dat is weer een andere zaak. Trouwens, wij moeten, gelukkig maar, wij moeten ook rekening houden met Wallonië. Hoe gaan ze daar stemmen? Uh, er zijn ook allerlei prognoses. En ik denk dat we. En ik hoop dat we vlugger aan de regering gaan komen dan uh, vier jaar geleden. De vraag was: voorkeur? Voorkeur? Nee, zoals ik zeg. Ja, voorkeur? Uh, nee, daar ga ik mij niet over uitspreken. Een voorkeur, natuurlijk, dat CDV erbij is. Omdat CVP wil besturen, is een bestuurspartij. Het is geen antipartij. CDV is niet tegen uh, migranten, is niet tegen, wat weet ik allemaal. Uh, wij, wij willen, uh, uh, ik heb het gezegd in het begin, elke mens stelt. En uh, de verdraagzaamheid ligt bij ons uh, aan de basis. Uh, 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 fraternité, zeggen ze in het Frans. Uh, uh, maar uh, dus uh, uh, ik ga mij niet uitspreken: gaat uh, NVA va samengaan met Magnet of niet? Ja, dat, nou, Daar gaan wij niet over beslissen. Eerst de kiezer aan het woord laten en dan gaan we praten. Beslissen niet, maar je kon wel een mening hebben, natuurlijk. Hè. Uh, dan vraag ik het maar aan jou, uh, Kathleen. <laughs> ik denk dat ik uh, het stuk manu zal volgen. Uh, het is niet aan ons, het is aan de kiezer in de eerste instantie. We zullen moeten zien hoe er gestemd is, uh, wat er op tafel ligt, wat de verschillende partijen dan samen willen gaan verwezenlijken. Want men moet natuurlijk ook die programma's naast elkaar gaan leggen en daar zoveel mogelijk. Toenadering kunnen vinden en, en, en zoeken, zoals Manu reeds zegt over de staatshervorming. Er moet in eerste instantie, denk ik, een vereenvoudiging komen. Uh, maar dat zit ook allemaal in het geheel van de staatshervorming, zonder dat je het land moet splitsen. Er moeten toch een aantal zaken eenvoudiger worden, want eigenlijk is het een kluwen en voor veel mensen eigenlijk onbegrijpelijk. Maar wat er na 9 juni moet gebeuren, dan denk ik, ja, de partijen zijn aan zet. Uh, de uitslag. Dat is voor de kiezer. Uh, maar als ik een klein tipje van de sluier zou willen geven, Graag. dan ben ik wel blij met de evolutie die er nu gebeurt. Die evolutie, dat heb ik gisteren duidelijk gehoord. Dat is dus CD&V, N-VA, Open VLD. En dan aan het Franstalige zijde gesteund van de Les Engagés en MR. Zo was het toch, hè? Ja. Inderdaad. En dat zie je zitten. Ik zou mij daar kunnen mee verzonnen, ja. En jij? Laatste poging? Nee, uh, zeker en vast. Uh, omdat dat uh, partijen zijn die... Les engagés, kunnen je zeggen, bon, het is nieuw. Maar in feite partijen die al een traditie hebben naar besturen. Die dat, zijn de, dat is de, de, de CDA's die de C heeft laten vallen. Uh, ja, maar uh, de, de C van... Uh, ...van CVP is niet christelijke volkspartij. Ik bedoel, hij is niet katholieke volkspartij. Hij is wel de christelijke volkspartij. Toch ook alleen wat anders. En wie weet, misschien moeten we een nieuwe naam... Maar ik geloof niet per se in een nieuwe naam. We hebben dat hier ook ter plaatse al nodig. Maar dus, uiteindelijk komt het erop neer dat wij de extremen uitsluiten. Als ik Edelbouw hoor op, 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 op. Niet op tv, want ik heb die niet in Aha, ik, was, uh, ik was op mijn kievive, hè? Nee, nee, maar ik heb, wel, uh, een, uh, ik heb wel een computer thuis en ik kan er ook wel het een en het ander beluiden, maar ik, ik selecteer dan. Als ik hoor dat die man vertelt, dan zeg ik me af, dat is, is dat mogelijk in België? Zo'n taal, een, een, een antitaal, een Poetintaal zou ik willen gaan zeggen, dat gaat voor mij niet. Met zo'n partij kan je niet werken. Het spijt me genoeg, maar er wordt veel getrokken van de jongeren die voor deze keer moeten stemmen. Dat is zeer belangrijk. Wat ze gaan doen. Uh, er zijn al meerdere mensen die van partij veranderen in de loop van hun uh, loopbaan. Hé. Dus ze beginnen aan de ene partij, de volgende verkiezingen zijn in een andere partij. Dus, maar ik denk ook eens aan de bejaarden. Hé, hier in Klokkeheij, 60% is ouder dan 60 jaar. We zitten met 100, 100 jaar, 103 opnieuw, 100-jarigen. Hoe gaan die stemmen? Gaan die, gaan die stemmen? Dat hebben we dan net even aangehaald, Halle. Ja, maar voor mij is dat, is dat een probleem uh, dat we vaststellen. Dat is dat uh, bijna 10% gaat niet stemmen of blanco stemmen. Dat hebben we ook al gezegd. Zondag aan de televisie gekluisterd? Gekluisterd niet, uh, maar na vier uur zal ik uh, toch wel tv aanzetten om uh, dat te volgen, maar niet gekluisterd. Open VLD, ergens bijeenkomst gepland om, uh, om samen te genieten, of te watertanden of te knarsetanden? Uh, ja, we hebben afgesproken uh, dat we tv zullen kijken op het zonnestrand. We hopen dan ook dat de zon wat schijnt. Dus na vier uur uh, zul je, je toch wel een aantal mensen van ons uit Knoppengeist op het zonnestrand vinden. En jij zonder tv dan? Nee, uh, zonder tv, maar ik heb nog altijd de radio. <laughs> uh, ik heb ook mijn computer, waar ik even goed uh, kan volgen als, als iemand die een tv heeft. Maar we hebben nog niet bepaald waar we elkaar zullen zien. Om de volgende reden dat we ook afgesproken hebben naar de gemeenteraadsverkiezingen toe, om samen met NVA uh, naar de kiezer te gaan. Dus het is nog niet bepaald wie, hoe en waar, uh, maar we zullen dat volgen. Je bent welkom hier op het Zonnestrand. Ja, wel, het, ja misschien kunnen we er al uh, een keer verbroederen. He. Het vooruitzicht allemaal in maand oktober. Maar uh, nee, om bij het nationale en serieus te blijven, laat eerst de kiezer beslissen. En die kiezer, dat is van 16 voor Europa, dat is van 18 uh, tot, tot 100. He. En uh, ik herhaal wat mij bekommert, omdat die mensen, die al die bejaarden, hebben, sommigen hebben de oorlog meegemaakt. En weten wat vrede betekent. En ook in ons land, als ik zie de, de, de openbare opinie nu, dat is bijna ongelooflijk. Maar klopt, op een politieagent, men, men heeft geen respect meer voor een parlementair. Daar waar parlementairen uh, negen dagen op negen hun best doen he, om, om de belangen van, van de gemeenschap te dienen, dat, dat, dat begrip is weg. Dat is bij deze duidelijk. Inderdaad, het is bij deze duidelijk. Wat ik beslist heb onthouden, is dat Kiezen zal beslissen. Dat bent u en dat kan u doen op 9 juni. Het spreekt voor zich dat wij van Kneisti TV, Kneisti Krant, de zaken op de voet zullen volgen. Weer opnieuw vanuit VO2 Max.